beste jongeren en andere mensen met intelligentie en gevoel voor humor. Welkom bij de seksvragen knutselrubriek van Dr. Corrie. Nou, ik heb heel veel seksvragen op een creatieve manier af te werken, dus we beginnen gelijk. Ja, wat voor geluid maak je als je seks hebt? Ja, als je al geluid maakt natuurlijk, want dat hoeft helemaal niet, hè? Nou, vandaag gaan wij een scheetkussen maken. Dat vind ik leuk. Ja, ik leg later nog wel uit waarom. Wat hebben we nodig? We hebben nodig spons, een diepvrieszakje, schaar, duct tape en een ballon. Ja, je knipt dus die spons, die knip je dus in de juiste maat, zodat ze dus in het diepvrieszakje passen. En wat dan fijn is aan seks, is als twee mensen elkaar heel erg leuk vinden. Heel erg leuk. Super vet, dik leuk. Ja, als je allebei heel graag vrijen wil. Allebei. Want ja, als de een het wil en de andere niet, ja, dan houdt het op. Of als de een het niet wil en de ander wel, dan houdt het natuurlijk ook op. Want nee is nee. Dan is het gewoon klaar. Basta! Niet op. Sloes, donzo. Maar goed. Als twee mensen het dus allebei heel graag willen en ze vinden elkaar extreem superleuk, dan kan seks echt heel erg leuk zijn. Fijn. En gezellig en lekker en nou ja, je snapt allemaal wel. Oké, dus we gaan door met het zakje. Sponsen erin. Nadat je dit gedaan hebt, dan hou je dus in dit diepvrieszakje een stukje open. Plak je de rest zo'n beetje dicht met van dit duct tape. Plak je het zo lekker dicht. Nou. Als mensen heel fijne seks hebben, dan laten ze dat op verschillende manieren zien en merken. En één van die manieren is met geluid. Dat doen we eigenlijk wel vaker, toch? Hè? Als we iets leuks vinden of lekker vinden, dan laat je dat horen. Nou, met vrijen gaat dat eigenlijk precies zo. Mensen vinden het lekker en dan laten ze het weten. En soms door geluid. Dat kan zijn... dit. Kan dit. Of en wie weet. Maar wat natuurlijk ook kan, is dit. Ja. Ja, want niet iedereen heeft behoefte om geluid te maken. Sommige mensen vinden het heel erg fijn, maar die genieten meer van binnenuit, zeg maar. Snap je? Goed, vervolgens ga je hier in dat openingetje aan die zijkant, stop je dus een ballon erin. Kijk, dat doe je dan zo. Zakje dicht. En dan knip je die ballon door. En voilà, je eigen handgemaakte scheetkussen. Je kan in de werkbeschrijving bij de video vinden hoe je dit precies maakt. Ja, waarom maken we het eigenlijk? Ja, gewoon daarom eigenlijk. Ja, omdat dit een knutselrubriek is, ja. En omdat jullie scheten heel grappig vinden. En omdat geluid tijdens het vrije net is als met een... Het kan net als een... per ongeluk gebeuren. Vrije kan alleen als je het heel graag wil. Allebei. Je pakt elkaar vast, vreugdevol en blij. En soms maak je geen geluid, soms maak je het bont. De een hijgt, de ander gilt. En de derde klinkt als een zieke zeehond. Als je zelf nog een andere vraag hebt waar je een video over wil, dan kun je die natuurlijk ook achterlaten hieronder. Oké, dag, succes! Hey jij daar, check snel de volgende video. Vergeet niet te abonneren. Check je later!